En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jontrex, de enige echte. En ja, ik ben weer met... Ja, daar zijn we weer, hè? Daar zijn we weer. Nou, een hele omweg. Ja. We zijn van Vlaardingen... we zijn van Maassluis eigenlijk naar Vlaardingen gereden. En van Vlaardingen binnendoor weer naar Maassluis. Want het ligt toch in Maassluis. Ik dacht... Ja, ik had al in Maassluis lopen zoeken op mijn navigatie. En dan kon hij dit gewoon helemaal niet vinden. Dus, hè? Ach ja, foutje kan gebeuren. Maar in ieder geval, we hebben het gevonden in ieder geval. Met de hele omweg zijn we hier in het... ja, ik weet niet, voor mij stond het op Likkebaardbos. Maar ik zag, nou, aan de andere kant zag ik weer een andere naam. Dus ja, hoe het nou precies heet, ik zou het echt niet weten. Ik heb niet gezien wat erop stond. Nee, ja, bij de ene stond Likkebaardbos en bij de andere stond hier aan de dingen stond weer een andere naam. Maar we zijn in ieder geval in een heel mooi, best wel groot bos, hè? Ja. Best wel uitgebreid. We hebben echt een heel stuk bos hebben we al gezien. Vanuit de auto. Alleen, ja, zag ik al een heel stuk bos, zag ik. Maar ik zag nergens een parkeerplaats waar ik de auto neer kon zetten. Dus we moesten elke keer de hele tijd met doorrijden. Voordat we eindelijk een parkeerplaats hadden. En... Bij Rempel, hè, bij de scouts. Ja, volgens mij wel. Daar had je scoutings gebeuren. Daar had je eindelijk een parkeerplaats. Dus daar konden we de auto neerzetten. Nou, prachtig zonnetje. Ik heb lekker weer mijn zonnebrilletje op. En we gaan weer eventjes lekker een half uurtje lekker even wandelen. Voordat we weer, voordat we weer terug gaan naar Spijkenisse natuurlijk. Hè? Want ja, we moeten dadelijk toch wel weer terug in Spijkenissen. Naar Spijkenissen, hè? Ja, een keer moeten we terug, hè? Ja, ja. Eens moet je een keer terug gaan, hè? Maar het is hier echt een fucking uitgestrekt gebied hier, hoor. Dus hier kun je wel aardig wat opnemen. En ja, we kijken wel hoe ver we komen. Ja, precies. Misschien ga ik hier nog wel een keertje terug. Het is toch wel een hele mooie omgeving hier, hoor. Zeker weten. Het is alleen een beetje moeilijk aangegeven. Op de navigatie. Dus ik had op de. Ja, we zaten ergens in het midden in het centrum van Vlaardingen zaten we. Ja, okay. Waar het allemaal op betaald parkeren was. Ik denk, ja. Nou. Maar was helemaal geen bos. Nee. Was ja. En betaald parkeren en ergens een bos. Dus we zaten helemaal verkeerd. Maar in ieder geval, ja. Hier is het heerlijk. Ja, je kan hier lekker wandelen. Daar is de metrobaan trouwens. De metro naar Hoek van Holland, de nieuwe metrolijn, de Hoekslijn. Oh. Okay. En die metro gaat dus van Rotterdam naar Hoek van Holland. Dus, ja, in ieder geval weer even een prachtig plekje hier in Maassluis. Is het, ik dacht eerst dat Vlaardingen was, eerst was Maassluis. Toen dacht ik dat Vlaardingen was, maar het bleek toch Maassluis te wezen. En ja, we gaan hier gewoon even lekker een half uurtje even lekker wandelen eventjes. Ik vind het wel heerlijk om even weer lekker buiten te wezen. Dus... Alsof we nog niet genoeg buiten komen. Ja, op onze vrije zaterdag, of op onze vrije zondag bedoel ik, gaan we toch nog eventjes, hè? Even een leuk vlogje opnemen, gezellig. Ik weet niet wanneer dit online komt, ik loop ontzettend achter op de vlogs, want ik heb al een heleboel vlogs hiervoor nog. Ja, die hebben jullie inmiddels, als jullie dit zien, heb ik dat al allemaal opgenomen. Dus schiet mij maar lekker wanneer deze online komt. Ik weet het echt niet, want ik heb zoveel vlogs heb ik hiervoor nog, die ik nog eerst moet publiceren voordat... Moet een beetje opschieten, hè? Ja. Ik ben ongeveer bij... vandaag komt vlog... even kijken, wat was het nou? 600... Ja, 690. Die komt vandaag online. En dit is denk ik alweer vlog 600... 76, 77... vlog 600... 96 of 97 of zo. Zo. Allemaal een bellen. Dus... Ja, dus ja, ik heb nog even een buffertje van 6, 7. Maar aan de andere kant is het ook wel weer lekker
om een buffertje te hebben. Want anders dan, ben je dadelijk door je hele voorraad heen en dan kan je niet even uploaden. Hè? Helaas niet. Hè. Als je al gevlogd hebt, heb je geen vlog meer. Nee. Dus daarom heb ik altijd wel even lekker hebt, even. Heb je niks meer, hè? Daarom heb ik altijd even lekker een buffertje altijd om nog een paar extra vlogs even achter de hand te hebben. Dat ik in ieder geval niet uitgeput raak in de vlogs. Dat ik gewoon niks meer heb opgenomen of zo. Dus dat is wel lekker. We lopen gewoon, we lopen gewoon maar rechtdoor. Hè. Juist. Eén rechte weg. Het is hier wel leuk gedaan hier ook. Allemaal van die bruggetjes waar je onderdoor loopt. Fietsbruggetjes. Ja, echt van die fietsbruggetjes. Echt heel leuk gedaan. Ja. Dus een keertje weer wat anders dan de standaard vlogs waar ik altijd kom, weet je wel, Benissengebied, Vogelenzangpark. Ja, dat is wel leuk om een keer op te nemen, maar als je dat al een stuk of 10 keer gedaan hebt, dan gaat op een gegeven moment de lol er ook een beetje vanaf. Kijk, hier weer zo'n leuk bruggetje hier ook. En ja, ik zou dit dus eigenlijk bij Joost doen, maar ja. Joost was uit zijn broek gescheurd, hè? Dat kan gebeuren. Ja, Joost was uit zijn broek gescheurd. Durfde ze eigenlijk niet in het openbaar te vertonen. Met een gescheurde broek. Hier, Feyenoord. Zo jammer, hè? Nee, hij durft het weer niet. Hij durft het weer niet aan. Je hebt hier nou wel. Het is eigenlijk echt één groot pad. Ik denk, nou, misschien loop je ook nog wel even dadelijk tussen de bomen door, maar dat valt nog reuze mee. Het is niet echt dat je de bossen echt induikt. Je loopt gewoon eigenlijk langs het park eigenlijk en op een harde weg. Waar het ontzettend druk is met fietsers. Ja, het is wat, hè? Zo. Ja, mensen die corona, nee. Mensen die hebben gewoon schijt dan. Die hebben zoiets van, kijk eens, een mooi open veld, hier ook. Zo, kijk eens, wat een bossen, joh. Middle of nowhere. Ja, echt de middle of nowhere, hè. Echt de middle of nowhere. Nou, voor de 777ste vlog hier opnemen, midden in de nacht. In een debat? Ja, wist je nog? Zo. Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Voor ons wel. Voor jullie is het wat minder lang geleden, omdat die vlog al van tevoren, ruim van tevoren alles opnemen. Maar die vlog, de 666 vlog, er zou ook nog een making-of van komen. Nou, dat is dus niet doorgegaan. Ik heb er geen making-of van gemaakt. Omdat nogal het een en ander gebeurd was, een paar maanden later, 2 maanden later was er nogal het een en ander gebeurd in de groep en zo. Daarom is de making of eigenlijk nooit doorgegaan, want ik wou ook nog een making of te maken. Maar die vlog is al in december opgenomen, vorig jaar. Hè? Ja, toch wat. Dus. Ik had ook nog een ander idee voor een vlog of zo, maar dat moet nog eventjes een beetje kijken of dat een beetje uit kan werken in ieder geval. Maar ik had ook nog een ander ideetje om daar ook even een vlog over te maken, maar dat komt nog. Ik moet nog heel even over nadenken hoe ik dat ga doen en hoe ik dat ga aanpakken. Moet je kijken, als je hier loopt, dan zie je heel deze bos, echt prachtig. Dus echt. Ja, het is wel een prachtige omgeving, hè? Zeker weten. Jeetje, zeg hé. Het is hier echt mooi. Juist. Hier was ik nog nooit geweest. Nee, klopt. Oh ja. Ja. Dus, Weer een nieuwe. Oh, ik denk dat. Hoi. Hoi, ja, ze zei hoi tegen ons.
Ja, toch weer een nieuwe locatie. Ja, je moet er ook wel even kijken of dat je even wat anders hebt. Want ja, elke keer hetzelfde locatie filmen, dat is ook zo verschrikkelijk saai, hè. Dus, gaan we gewoon lekker filmen. Nou, hier de metrobaan. Oh, daar komt er toevallig net eentje aan. Daar komt hij, hoor. Ja, daar komt hij. Hein hoor, daar hein hem toevallig. Daar hein hem toevallig. Daar hein hem toevallig. Ja. Daar hein hem toevallig. Daar hein hem toevallig hoor, daar hein hem toevallig. Nou, zo bij Maassluis. Ja, dit is Maassluis dit. Nee, naast, het ligt naast. Ja, het legt op de rand. En omdat het op de rand leg, konden we nou niet echt 1, 2, 3 vinden van ja, of dat het naar Maassluis was of dat het naar Vlaardingen was. Dus ja, daarom kon ik het ook heel erg moeilijk op een navigatie kon ik het terugvinden. Maar je kan hier wel heerlijk lekker op je gemak lekker wandelen. Het is echt prachtig hier, hoor. Oh, Kevin gaat ook even vloggen. Dus ik ga hem eventjes een stukje verder lopen. Kevin die is, ja. Prachtig. Ja, die andere vlog vond ik wel wat minder. Ik dacht dat het ook een bos was, maar dat was meer een, ja. Langs het water lopen was dat. Dat vond ik wel heel erg tegenvallen. Dit vind ik toch eigenlijk veel mooier. Dit, hier hou ik van. De bossen. En het lijkt net of dat je in het buitenland loopt. Maar dit is toch echt Nederland. Nederland kan dus ook echt heel erg mooi wezen. Ik heb het al een heleboel keren gezegd. Hier vind ik dit ook wel allemaal wel grappig eigenlijk allemaal. Allemaal verschillende bomen allemaal. En die hebben ze allemaal zo naast elkaar gezet. Echt heel erg grappig gedaan. Ik ga anderhalf meter uit het kaart houden. Ja. En Marcus nog lekker filmen hier zo. Kevin! Hoi, ja, ik had je genoemd. Ja, oké, okay, ja. Ja, we zijn een beetje aan het vloggen. Ja. Erg gezellig. Precies. Dus. Likkebaardbos, kom maar, zo heet het, toch? Ja, Likkebaardbos, ja. Naast mijn sluis terug. Dus, ja. Dus even kijken of dat me. Ja, het is echt een groot bos zit. We zijn echt een heel stuk. Hebben we door moeten rijden omdat er nergens een parkeerplaats te vinden was. Dus je kan best wel een heel eind kan je weer naar voren lopen en dan heb je een prachtig bos hier in Maassluis. Op de rand van Maassluis en Vlaardingen. Ik moet zeggen dat het hier echt behoorlijk voor mij. En dit is wel echt heel erg mooi hier. Kijk eens. Wat een bomen, jongens. Prachtig. Die bomen is echt prachtig. Ja. Ze lopen de hele tijd te bellen. Ja. Ik hoop dat ik eigenlijk een beetje dadelijk een ander paadje even kan doen. Want het is hier ook wel ontzettend druk met van die fietsers. En ik vind het nou niet echt lekker om de hele tijd bij die fietsers te lopen. Dus, ja. We gaan eens even kijken hoe ver we lopen. En dan. Prachtig is het hier. Het is nu ook natuurlijk wel ontzettend druk vanwege corona. Coronavirus. Iedereen gaat wandelen en ja, de bossen in om toch nog even een beetje buiten te zijn. Ik denk dat als de corona voorbij is, dat we dan een heel stuk, dat het een heel stuk rustiger is dan nu. Nu is alles best wel heel erg druk. Kijk eens, jongens. Ja, hier hou ik nou van, hè, jongens. Wandelen. Heerlijk. Lekker de bossen in. Dat is mijn, toch wel een van mijn favoriete bezigheden. En ja, jullie hebben al een heleboel buitenvlogs gezien in de bossen. Hele mooie locaties geweest, maar die ene mooie locatie waar ik echt nog ooit nog wel een keer naartoe wil, die heb ik nog niet. En dat gaat echt binnenkort echt een keer gebeuren. Ik ja, dat is wil gewoon. Mooi, hè? Ik ga het. Even, ik vind het wel mooi, ik heb een foto van maken. Echt, ik wil echt nog een keertje
naar, naar de Veluwe. De Veluwe, dat is echt, daar ben ik wel eens vaker geweest. Alleen ja, toen had ik nog geen YouTube kanaal. Toen vlogde ik ook nog niet, filmde ik ook nog niet. Dus ja, daarom dus. Dus ik ga het echt wel weer een keer terug. Als de corona-crisis voorbij is, dan wil ik echt nog eens een keertje naar de Veluwe. Om daar eens een keertje een, echt een hele dag een mooie videobeelden te maken van de prachtige omgeving. Want ja, de Veluwe is ook echt schitterend. Maar ja, voorlopig moeten we het even hiermee doen. Maar kijk eens jongens, die gele bloempjes allemaal. Prachtig. Moet je kijken zeg. Wat een uitgestrekt gebied, hè? Ja, toch? Zo, wat een uitgestrekt gebied. Uitgestrekt met die gele bloemen, ja. Echt. Het loopt gewoon helemaal door naar achteren, loopt het helemaal. Het is wel een mooi veld, zo. Het is echt een mooi veld. Nou, hier hebben ze weer hetzelfde gedaan als de Netazo. Ook al van die bomen allemaal op een rijtje gezet. En het is echt mooi hier ook. Maar het mooiste moet ook nog een keer op mijn kanaal komen. En dat is de Veluwe. Daar wil ik echt ook nog eens een keertje gaan filmen. En dan gaan we echt op de Veluwe gaan we ook echt hele mooie beelden maken. En dat wil ik eigenlijk doen in de vakantie. Want het lijkt me ook wel eens een keer leuk om een keertje, als we op de Veluwe zijn. Ik weet een bungalowpark is daar vlakbij. En het lijkt me ook wel eens een keertje ontzettend gaaf om eens een keertje soms opgang, soms ondergang, om dat een keer te filmen. Dat lijkt me echt een keer heel erg mooi. En vanaf dat park, vanaf de Veluwe eigenlijk, vanaf het pretpark, vanaf het vakantiepark kan je naar buiten lopen en dan loop je zo de Veluwe op. Dus dan zit je echt heel vlak tegen de Veluwe aan. En dan is het mooi om een keertje zo'n zonsopgang of zonsondergang. Misschien allebei wel. Misschien ga ik het allebei wel een keer opnemen. Want het is echt prachtig. En dit is ook echt heel erg prachtig. Maar dat wil ik echt nog een keertje opnemen. Zonsondergang en zonsopgang in de Veluwe, op de Veluwe Gelderland. Wat? Prachtig hè? Ja, zeker. Ja, ik wil echt nog een keer naar de Veluwe toe. De Veluwe? Ja. En waar is dat? Gelderland. Ja. Buurt van Arnhem. Oké. Okay. Dat is echt, dat is nog veel mooier als dit. Als je daar loopt, jongen, zo. Dan kan je echt, maar dan moet je eigenlijk een vakantiehuisje boeken. Mm-hmm. En ik weet een vakantiepark daar in de buurt, je hebt niet zo'n groot zwembad. Oké. Okay. Geen extra faciliteiten, want het is nog wel een heel erg klein bekropt, vakantieparkie, maar, ja, maar als je daar loopt, als je daar het park afgaat, dan loop je zo de Veluwe op. Okay. Dan kan je echt, jongen, dan kan je uren kan je daar lopen. En dan wil ik echt nog wel eens een keertje daar zo de zonsopgang en de zonsondergang. Ja. Dat is echt, dat lijkt me zo prachtig, lijkt me dat. Ja, precies. Dus je kan nog verder lopen, je kan nog ook helemaal daarheen lopen, maar wij lopen weer denk ik weer even terug. Want we hebben net ook alweer een aardig stukje gelopen. Ja, ik ga even mijn telefoon pakken en dan ga ik eventjes wat foto's maken. Want het is hier toch wel zo erg ontzettend mooi. Dat ik eigenlijk nog wel eventjes een paar fotootjes ook even wil shooten. Voor de social media, Twitter, Facebook, Instagram, weet ik voor allemaal. Dus ik ga hem heel even, de camera even neerleggen. En dan ga ik eventjes kijken of dat ik nog wat mooie foto beelden kan maken. Dus ik ben zo weer even terug. Zo, daar ben ik weer en ik ben inmiddels even een stukje wat dichterbij gestaan. Ik ga niet helemaal daar naar binnen, want ik weet niet of dat het mag. Ja, er staat eigenlijk nergens op dat het niet mag, maar dat gaan we gewoon niet proberen. Net nog twee handhavens, dus er wordt toch nog wel gecontroleerd op de regels van afstand houden en
wordt toch wel een beetje gehandhaafd. En dit is gewoon prachtig, jongens. Oh, wat een veld, jongens. Oh. Dat is echt prachtig hier, oh. Prachtig gebied. Mooi hoor, hè? Echt prachtig. Gaan we naar boven? Zo. Er komt dadelijk weer een Randstad, of een Randstad, een Hoekse Lijn metro weer voorbij, als het goed is. Ik hoor alweer. Ja, hij komt van die kant, komt hij. Oh, die, daar komt er ook eentje. En daar komt hij. Hoppakee. En daar komt hij van de andere kant dan. Hoppakee. Dus nou, we hebben al een heel stuk hebben we gelopen en we gaan denk ik weer terug, hè? Ja. Terug naar de auto gaan we weer. Dus we lopen het paardje weer terug. Maar wow, wat een omgeving hier. Oh. Kevin heeft er in ieder geval geen spijt van dat hij meegegaan is, want hij vindt het ook wel ontzettend mooi. Heel veel foto's ook gemaakt heb je. Ook wel mee hoor, niet overdrijven. Oh, niet overdrijven. Oh, je hebt er maar een paar gemaakt. Vreselijk. Maar het is wel ontzettend mooi hier, jongens. Dus, ja. Hier gaan we zeker weten nog. Hier gaan we zeker weten nog. Ja, hier gaan we zeker. Ik in ieder geval sowieso ga hier nog wel een keertje terugkomen. Het is hier wel ontzettend mooi hier ook. Ja, zeker, ja, Bergshoek, hè. Dat was ook best wel heel erg mooi, hoor. Bergshoek. Bergshoek, dat weet ik. Ja, daar had je ook heel veel... daar ben ik toen met Joost geweest. Ja, zo zie je, mensen kennen niet veel doen, hè. Alleen maar hier lopen. Hè? Ja, het is alleen maar een beetje mooie omgeving. Nou ja, mooie omgeving. Het is alles dicht. En... mooie omgeving is ook niet verkeerd. Ja. Jullie weten het. Ik heb eigenlijk... Ik heb wel eens... de afgelopen weken wel eens zitten denken... Kijk, mijn kanaal wordt ook wel heel vaak gezien als GTA-kanaal en ook heel veel als pretpark-kanaal. Maar ik heb echt geluk, heb ik. Want ik maak ook nog andere video's. Kijk, ik ken kanalen die hebben alleen maar pretpark-video's. En ja, die zitten nu met hun handen in het haar. Van ja, wat moeten we gaan doen? Want het is eigenlijk een pretpark-gerelateerd kanaal. En ja... Ik heb altijd het geluk dat ik natuurlijk ook nog andere dingen doe. Ik doe ook mooie plekken, parken bezoeken. En dat is eigenlijk een beetje mijn voordeel eigenlijk. Want ja, ik kan gewoon random filmen wat ik wil. En mijn kanaal is niet echt gerelateerd op één dingetje. Ja, ik ga ook even een selfie maken, eventjes. Ik ga ook even een selfie maken, kijk. Ja, ik zeg even een selfie. Moet ik eigenlijk wel even mijn bril even afdoen. Er is geen gezicht met mijn bril op. Dus. Je kan ook overdrijven, hè? Je kan ook te ver gaan, hè? Dat klopt. Oh, dan maak ik een foto. Oh, het gaat weer niet lukken zoals ik wil. Dat heb ik altijd, hè? Ja, en zo. Een beetje. En zo. Ja, weer draaien. Ja, cheese. Kijk. Ik zal even. Ja, ik ga weer verder. Nou, hij doet het niet. Ik ga hem even uitzetten, want dat is kut. Zo, nou, we gaan weer door, jongens. We gaan weer terug naar de auto. Ja. En een camera en een telefoon in mijn hand, dat gaat een beetje moeilijk. Dus ik heb even de camera even neergelegd. Het gaat een stuk makkelijker. Ja, precies. Dus ja, als het maar gelukt is. Nou, het is gelukt toch. Mooi. Dus, prachtig. Prachtige mooie selfies gemaakt. Ja, gaan we terug naar de auto. En ook toch jullie weer een hele leuke vlog gezien hebben. Het is toch wel... de eerste viel een beetje tegen. Die andere, waar waren worstelijke weer? Dat was in Maassluis op de... waar was het ook weer? Waren vanochtend of zo. Koningin Julianalaan of Beatrixlaan. Is dat in Maassluis dan?
Willem Alexanderlaan. Nee, Willem Alexanderlaan of zo was het. Ja, dat was ook in mijn sluis. Oh ja. Dat was ook in mijn sluis. Nou, vanmiddag waren we ook als eerste bij mijn sluis, want dat heb ik nu ook in de buurt gehad. Ja. Het was een soort van boulevard langs de Rijn. Dat was de Rijn, weet ik, joh. Nee joh, dat is niet de Rijn joh. Dat is, hoe heet dat? Maakt niet uit, als bij mij de Maas. Maakt niet uit, het is ook de Rijn. Of het nou de Maas is. Ja, hij gaat. Echt hè, gaat hij de. Hoe heet dat? Gaat hij de Maas de Rijn noemen? Zeg jongen, wiskunde gehad of aardrijkskunde gehad op school, jongen, maar. Als een beestje maar een naampje. Niks van opgestoken. Van, niks van aardrijkskunde opgestoken. Dus, ja. Ik heb niet bij het begin gevolgd, ik heb einde, ben aan het einde ben ik begonnen. Oh, ben jij aan het einde begonnen? Ja. Nee, ik ben gelijk bij het begin. Oh, jij bent nog een tussenpaardje hier ook. Ik ben bij het einde. Zo weer terug. Okay, hier hebben we net geloopt. Hier hebben we net geloopt, ja. Hier ben je de vlog begonnen ongeveer. Wat met deze bomen. Oh. Daar zo, verderop. Ja, zoiets. Nee, daar hier ben jij begonnen. Ja. Mijn volte. Was maar een volging komt, joh. Ja. Ja. Moet toch een video maken af en toe, hè, want ja. Ja, het zal blij zijn, ik zal blij zijn als alles weer open gaat, hè? Ja, precies. Alhoewel je dan ook nog wel eventjes, voorlopig eventjes, toch wel rekening moet houden met die anderhalve meter afstand en zo. En, dat zal voorlopig nog wel even blijven. Dat zal niet 1, 2, 3 zomaar ineens weer voorbij gaan. Dus ja, in ieder geval. Het is echt een lange stap. Ja, zeker. Zeker hoor, hé. Hey. Het is echt een uitge. Als ik aan lopen ben, en filmen doe ik lekker foto maken, ja? Die heb ik niet. Heb je ook nog een fotootje maken? Ja, hij gaat nog even een fotootje maken. Dat gaan wij ook nog even doen. Zullen wij dat ook maar even doen dan? Ja, gaan wij dat ook even doen, Joke, ja, wat schelen. Even kijken hoor, even kijken, ja. Even kijken, moet ik even die dingen even aanzetten. Ik vind die mooi, ik vind die mooi. Hij was niet recht, en de kruis recht. Ja, moet wel kruisrecht wezen. Ja, moet even opnieuw gaan. Ik kan ook deze voorkeur geweest. Mezelf helemaal geen voet aan het maken ben. Moet niet gekker worden. Moet niet gekker worden, hè, jongens. Nou, zo vind ik het wel goed. Dag. Nou. Ja, Mark in de lucht zat te filmen. Nee, daar die bossen. Vind ik mooi. Hier, daar zo. Die bossen daar zo. Kijk, er zit nog een klein beetje ruimte tussen. Vond ik wel heel erg mooi. Het is ook echt een heel mooi uitgestrekt landschap, hoor. Het is nog lekker wit trouwens. Vanochtend was een beetje frisjes. Ja. Het is wel lekker weer zo. Voor nu is het heerlijk, is het nu. Het is al 3:30 of zo, dus we gaan ook wel weer terug. Blijf dat ik in de tussen ben. Dus, ja. Ja, het is bij 3:30, ja, klopt. Dus we gaan ook zo weer terug. Ja, weer terug naar de auto. Ja. Ik ga met mijn rijden, op mijn sluis, spijkenissen. Ja, als jij maar eenmaal op de snelweg, als je maar eenmaal op de snelweg zit, dan gaat het wel, ja, dan ben je er zo. Het is alleen de meeste tijd, dat zit in die rotstukken, ja, dat je zeg maar in die plaats zelf rijdt. Maar als je eenmaal op de snelweg gaat, dan ben je best wel weer snel. Je moet natuurlijk daar nog wel Hoogvliet helemaal door en zo. Spijkenissen nog een stukje door. Dus. Ja, toch? De best of. Maak een best of. De best of. De best of maakt hij. Ja, maak gewoon een best of van videobeelden. Zij moet er ook. En hier weer die. Ja, tot een paar jaar terug reed je dus altijd de treinen. Nou, de Randstad, of de Randstadrail, de Hoekse lijn. Ik zei elke keer Randstadrail, maar het is de Hoekse lijn, is het. En die rijdt dan van Vlaardingen naar Maassluis en van Maassluis naar Maassluis Teenwijkpolder nog en dan Hoek van Holland. Dus. Er zitten ook heel veel mensen op de fiets, die lekker met de fiets door de bossen heen wandelen. Dat is ook natuurlijk wel een ideetje, om met de fiets te doen. Dan kan je in één stuk door, kan je
een heel stuk filmen. Kom je ook een stuk verder dan wandelend. Kevin die is echt... Hij zegt wel dat hij maar een paar foto's gemaakt heeft, maar voor mij heeft hij wel aardig wat gemaakt al. In deze periode. Kijk eens jongens. Oh, prachtig hier ook. Dus ja. In ieder geval de mensen die ja, kijken vanwege mijn video's van de bossen en parken, ja, die hebben de laatste tijd echt heel veel geluk. Want ja, dat is momenteel eigenlijk een beetje het enige wat ik momenteel kan filmen. Want ja, voor de rest is het natuurlijk helemaal niks. En ja, dat is voorlopig het enigste. Hè? Voor de rest kan je voorlopig even niks filmen, want ja, alles is dicht. Ik denk dat in buiten corona uitgebroken was, langzaam de pretparken weer open gaan. Oh, nou loopt Kevin wel heel erg ver voorbij. Kevin! Kevin die loopt nou wel heel erg. Loopt nou wel heel erg ver weg. Ja. Stel je een vraag aan hem. Ja, dit en dat. Loopt hij 500 meter, 5000 kilometer achter me? Ja, moet ik eens kijken waar ik ben, hè? Nee, ik zei net, ik zeg in de, op de plekken waar de corona uitgebroken was, daar zijn ze inmiddels alweer, ja, zijn ze inmiddels alweer langzaam de pretpark aan het open doen. Dus ja, het is te hopen dat het bij ons ook snel weer gebeurt. We kunnen in ieder geval weer lekker naar... ja, ik denk het ook nog wel eventjes, dat het nog wel eventjes duurt. Maar dan kunnen we in ieder geval weer lekker naar de Efteling en zo. Want ja, begin de Efteling net wel heel erg te missen. Vooral als je dan die dronebeelden ziet, dan denk je, oh, was ik er maar. Hé? Nou, dat heb ik niet hoor. Het mag wel weer. Dat heb ik niet. Nee. Helemaal nee hoor. Nee. Nee, dan heb je niet van dit en dat. Maar van de week had hij een tweet gestuurd van, ja... Nou, ik zou toch wel blij zijn als het weer open gaat hoor. Ik mis het toch wel hoor. Ja, maar niet, ik heb het gevoel niet elke keer, elke dag. Nee, niet elke dag. Nee. Maar wel als je die beelden ziet, weet je wel, van die droombeelden. Dan denk je van potsendorie zeg. Pas het maar weer zover. Kan nu weer. Dan gaan we weer. Gaan we weer zo snel mogelijk. Kijk, dit is ook mooi hè. Kijk eens. Paadje. Zo. Prachtig. Nou, we gaan weer onder de brug door. Let op tegenliggers. En dan ja, heb ik het eigenlijk ook wel weer gezien, jongens. Hier een tak gebroken. Oh. Kijk. Deze bomen die zijn gemankeerd. Dus ik heb kans dat deze bomen weggaan. Er zit een rode stip op. Meestal als er een rode stip is op de boom is, dan gaan ze later van ja, staatsbosbeheer of zo. Dan gaan ze die bomen ja, neerhalen. Dus ja. Hier het bruggetje. En om, ja, omdat ik niet zo bekend ben hier ook, hebben we alleen even vandaag eventjes alleen de weg genomen rechtdoor. Want dan kun je tenminste weer makkelijk terugvinden. Anders moet je weer gaan lopen zoeken en zo. Dus we hebben nu de weg rechtdoor genomen. Maar ik wil hier zeker weten nog wel weer een keer terugkomen hoor. Want het is hier wel ontzettend prachtig hier. Het is hier wel ontzettend mooi hier. Echt, bomen. Dus het is echt wel weer. We gaan hier zeker nog weten, nog wel weer eens een keertje een vlogje opnemen. En gaan we ook eens eventjes een ander stuk natuurlijk laten zien. Want ja, we hebben nu dit deel hebben we al gehad al. En dan wil ik later eigenlijk nog wel eventjes terugkomen. En dan weer een ander deel van het bos nemen. Nou, hier, daar waar die auto nou rijdt, daar reden wij er net ook. Zo zijn we aangekomen hier ook.
En ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe, of dat hij ons daar weer helemaal terug via Vlaardingen stuurt. Of dat hij ons daar via de snelweg... Ja, als we maar komen, dan gaat het. Ja, als we er maar komen. Hè. Ja. Maar in ieder geval weten we nou in ieder geval dat het langs de metrobaan is. Ja, anderhalve meter. Dus, ja, prachtig. Echt, het is echt prachtig hier ook. Ja. He, het is prachtig ja, hier. Ja, prachtig. En volgende keer weer mee, hier naartoe. Weet ik niet. Jawel. Volgende keer weer mee, joh, gezellig. Misschien dat zien we dan wel weer. Kijk eens, jongens. Ja, ik ga hem ook zo eindigen. Dan gaat hij hier dus neerleggen. Ja, tot ziens hè. Leuk dat Mark erbij was. De groetjes, ja, natuurlijk altijd hè. Leuk hè, dan zien wij weer bij de volgende video. Voor een, voor een boswandeling moet je bij mij wezen. Doei, hè. Doei! Punt. Nou, heb hem alweer neergelegd. Ja, wij gaan hem ook zo neerleggen. Nou, leg hem neer dan. We zijn volgens mij nu al bijna bij de parkeerplaats al. Ik weet niet of je nog een klein stukje groen hebt of dat je nog dat je hier alweer gelijk de parkeerplaats hebt. Maar, ja. Ik zou in ieder geval zeggen, jongens, jullie weten het, hè. Thanks for watching. Groetjes van deze kant. De groeten. Abonneren. Ja, ja, met de vriendelijke groeten uit Maassluis. Ja. Nou, zo, ja. Mensen denken ook, wat een gekke stad. Gelijk hebben ze. Ja, loop maar door. Oké, okay. Nou, dag Kevin. Dag hoor. Bedankt voor het meegaan. Ja, abonneer even op bedankt voor het meegaan, hè. Kevvlogs 22. Abonneer eventjes, like en subscribe eventjes. Nee, abonneer. Ja, like en subscribe. Bij Nederlanders, gewoon Nederlands. En ja. Abonneren, reageren. Als je abonneert op mijn kanaal, vergeet het belletje niet. Want dan word je als eerste op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik kan alleen maar zeggen, de groeten uit Hellevoetsluis. Maassluis. De groeten uit Maassluis. En ik spreek jullie allemaal. Dag Kevin. Doei. Doei. Doei.